Ik heb hem aangezet toch? Hij staat aan. Ja, ik ga naar de vracht afrijden en ga ik meekijken. Heb jij ook die film gezien met die boten? Welke? Hoe noemt die film? Battleship? Nee, dat is zo. Schepen tegen zo'n robot. Tegen zo'n robot dat boven water zweeft. Een Battleship. Ja, woeie, dat is echt een zotte film nu. Al gezien. Ah, die komt meteen met mijn oude boot. Ik dacht dat even op. Ik ga niet eens daar schieten. Het is wel een dikke vette 2012 film. En dan laat me improviseren. Of ik ga weer over pannenkoek en vaseline spreken. Autopilot mode disabled. Hey, te serieus, de film is gemaakt in 2012. Wel de geboortedatum van de film Battleship. Joined your channel. Yo! Yo! Hey, Baldwin. Hey, nog iemand daar. The crash. Welk schip heb je? Is dit een Amerikaans of Chinees schip wat je hebt? Oh, Chinees. Japans. Oh ja, Japans ja. Wat zeg ik nou in Chinees? Ik bedoel Japans. Deze knalt harder. Ik heb alleen maar Amerikaanse schepen. Wow, heb jij de volume van je box staan dan? Nee, ik heb headset op. Doe ze maar wat zachter dan. Dat had ik al. Dat het zo hard stond en ik kon de rest allemaal niet horen. Dan heb ik de volume zacht gezet. Maar ik had dus een potje met vuur gespeeld en nog eentje. Dit zit er best wel gaaf uit, of niet, Gregory? Ja, man. Goed staan, goed staan. Vuur! We verstoppen we altijd allemaal. Ja. Speelt geen Eurotrack, maar heeft hij dan wel een account nodig op de website? Ja. Maar dan gaat hij dus, verder geen ritjes invullen of zo. Ja, maar. Wat voor spellen speelt hij dan wel? League of Legends, Battlefield, GTA 5, Minecraft. En dan ben ik daar aan over. Waar dan? Bij mijn gehad nog bij Battlefield.
vandaag, tot morgen. Ja, tot morgen. User disconnected from your channel. Van de hele truckside af, ja? Ja, want als hij geneeld wordt gespeeld, dan heb ik er ook niet aan. Dan staat hij op 4, ja, staat hij weer op normatief. B. Erwin Bot, heet hij. Maar waarom Erwin Bot? Deze zal zijn nickname zijn. Oké, als dat robot is, oké. Oké, is goed. Ik ben weer even in het Volvo-kanaal. Is goed. User left your channel. Ik ben bijna bij Calais zonder schade. Hij het overleefd. Nee, die één bordje van net hebben we net gehoord. Oké. Autopilot mode disabled.
team has taken the lead. Wacht. Ik ben net in die enge Ja, en als ze wit krijg dan rechts en dan ben ik hier gehouden. The enemy team has taken the lead. Ze denken, oh nee, niet ja, weer. Laten downloaden met al een rush. Kijk vanmorgen met jullie spel.
by the way, come on, right? User disconnected from the channel. Our team is taking the lead. En toen waren we nog met z'n drieën. Ja, met z'n tweeën. Met z'n tweeën? Echt waar, die volgende boot die je kiest. Er zit een drukgolf op, jongen. Puur ik het aan. Way to hell. Dan. No way to hell. We hebben denk ik 10 aantal kogels achter zich aan. Zo, hier vang het. Even voorbij zo. Deze moet echt verder. Je moet goed kijken, soms naar de schokgolf van deze boot. Die is bruut, man. Ik ben bijna nog 227 kilometer en ik heb nog steeds nul schade. Aangevraagd. Maar ik wil de volle pot, 170.000 wil ik vol.
user joined your channel. Henk. Ja. Vraagje. Wij rijden met 125 volts en we van plan van Milaan naar Bergen te gaan rijden en kijk wie als eerste in Bergen aankomt. Hebben jullie zin om mee te gaan? Wacht even. Verzand hebben we alleen maar euro terug op staan. Mag ik eerst maar een vraag van vanaf de levering Kerdis? Vraag dat Goofy even. Ja, moet even iemand passen. Want ik ben nu onderweg met 14 tonnen en explosief voor 170.000. Is inside. Lol. Nee, maar En nog steeds niet ontploft, hè? Nee, maar maar kun jij naar Milaan komen? Ja. Oké. Okay. Dan komen snel. Maar gek, ik pak wel mijn Scania. Wat? Ja, ja, oh ja, voorwaarde is 500, of 500 pk. Ah. Je moet de motor wel even veranderen. Ah. Dus wil je zeggen dat je 125 challenge moet doen? 125 ton is de bedoeling. Ja, dus we mogen hem eens downloaden. Ja. En dat duurt nog een halve dag of zo. Nee, dat heb ik. Dat had ik binnen een vijftel in de, al voor elkaar. Ja, maar wat voor internet heb jij? Vergeleken met die van mij. Oké. Okay. Maar nee, dat is echt, dat is een klein bestandje. Dat is in 1 seconde gedaan. Dat is klik, download test klaar. Dat komt wel goed, joh. Ja, zie maar even. Nee, maar ik rij wel mee. Ik rij wel met mijn DAF. Maar Henk-Jan? Ja? Ik geef u één tip. Zelf rij met taillift. Nee, met taillift rijden. Techlift? Niet midlift? Ja, midlift, taillift. Met twee draaiende assen. Ja, precies. Ja. Dat is het beste dat je kunt hebben. Mm-hmm. Toch te rijden. Ja, precies. Maar ja. Maar dan kan ik dus. Jij bent ook onderweg Robert, begrijp ik? Ja. Oké, okay. Dan zeg ik het even. Op de voor je. Laat Goofmes een biertje even slepen als ik kan. Jo, ze biertjes. Hoe smaken die ze biertjes? Nee, nu. Ik maak een grapje, ik kreeg het. User was moved out of your channel. Ah, hij is er al, dank je. Vergeet die jongens een beetje in de deur. User was moved out channel of your channel. Maar ik mijn vraag nog even aan aflevering Cardiff, ik ben er bijna. Dan kom ik af. Huh? Maar hoe ver moet je dan nog naar Cardiff, Gregory? 122, ik ben er echt bijna. Doe dan F7. Ja, nee, ik moet in de steengroeven zijn. Nee. Kijk, ik weet er even rijden. Hey, U2, hè? Goedenavond. Hey, Robert, jij doet ook mee. Hallo. Ach ja. Oh, dat wordt plezant. Jongens, ik zie dan zo gebeuren, nee, Goofy. Straks bij die zigzagbroodjes, hè, van Achje van Oslo, hè. En weet je dat bij het laatste er weer eentje over gaat kantelen? Ik weet dat niet. Hé, Chris. Daar rijden we helemaal niet. Nee. Ik zie dat. Nee. Waarom niet? Van Milaan naar... Van Milaan naar Bergen. Ja, naar Bergen. En dan nemen we de boot bij eerst als naar Bergen. Nee. Dat moet je helemaal zelf weten. Dat moet je helemaal zelf weten. Als jij via, via Malmö wilt, dat is jouw zaak. Maar laten we met z'n allen beslissen dat we dezelfde kant op gaan, anders is dat ook niet even. Ja, Bergen. Bergen zijn bestemming. Ja, maar overal met de kont. Maak je niet hoe je de kont, als je maar in Bergen komt. Waarom anders fietsen? Er staat ook niet, ja precies, iedereen die vertrekt op hetzelfde moment en wie de eerste als eerste aankomt, die heeft gewoon gewonnen. Nou, even mijn hond uitlaat. Jo. Ik ga denk naar Rotterdam. Wow, hij heeft het er echt zwaar mee. Man. Triët zeiden jullie, hè? Ja.
Oh, en niet meer dan 500 pk, hè, voor het nieuwe. Ik heb 510 erin zitten. Ja, een DAF 15 is goed en Volvo 500, Scania 500. Ja. 510 komt op hetzelfde als neer als een Volvo, was 500, dus Maar je suikt, joh. Hoe vaak moet je tanken onderweg, jongen? Elke stap. Ik weet het. Ik gok twee keer. Ik heb mijn stomme kop een V8 gekozen en dan ook nog met een midlift. Dat wordt vaak tanken. Dat wordt elk tankstation tanken. Ja. 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 Jongens, ik word even tanken. Staan wij allemaal in Bergen, ben jij net een bakje bij? Hey Sydney. Nog 36 kilometer, ik heb F7 en Terdam. Dus Robert, 500. Ja, ja. Mijn stream die staat trouwens aan. Oké, leuk man. Dus je kunt controleren. Ja, ik wist wel dat jij dit leuk zou vinden, Robert. Dus ik denk dat ik vraag het ze toch wel even. Als je niet even vindt, pak ik wel even de Sanja. Maar de V8 komt er gewoon. Dat maakt niet uit. Het is 1 Nelska. Ik kan zien, 500, het is normaal V8. Een Scania heeft een hele kleine tank. Met een Ario, dat is met toch, lift. Dat is toch lachen. Die heeft 600 liter en voren volgens mij 800. Maar je gaat dat zien, die V8 is zo weg. Die V8 heeft al geen moeite meer. Lieve jongen, ik heb een V8 en ik kreeg dat het me moeilijk met. Ik en Chris, we hebben daar geen moeite mee, hè Chris? Ik heb geen Scania. Pak ze weer van Scania. Nee, ik heb nu een voorgootje. Lol! Waar begon het gewoon? Tja, hoe groot is dat? 1 centimeter. Govi, waar begint het? Milaan? Milaan, ja. Bij Triët. Milaan, Triët, maar bij. Jongens, ben er in de steen geloven. Ja, in Triët in Milaan. Ja, ik heb een 3K drinken kunnen halen. Ja. Ik ben echt benieuwd. Man, ik rij nog met 8 km per uur de berg op. Is wat? 11, 12. En Jan, ben jij al die twee haakse bochten voorbij? Oh, jij rijdt nu over de snelweg? Nee, ik rijd vanaf, hoe heet het, Milaan naar Triët nu. Ja, weet ik, maar jij rijdt net boven de snelweg heen. Oh ja, daar rijd ik nu naartoe, ja. Jij rijdt net 100 meter voor me. Oké. Nou, ik denk dat je me zo wel inhaalt, want tenzij dat je op moet gebruiken. Ik haal je steeds verder, ik heb het net een 67. Ja, maar ik heb hem net overgezet als een versnelling. En ik voel echt een heuveltje op toen ik dat omschakelde, dat is niet zo snel. Ja, je hebt het echt wel nodig hoor, het zelf schakelen. Ja. Wat zei je? Dat je het wel nodig hebt, zelf schakelen. Ja, maar tot nu toe gaat het alleen maar langzaam. Dan moet je maar zelf laten schakelen, de vrachtwagen zelf. Nou, dat gaat pas langzaam. Ja, dan blijf je bij je versnelling hangen. Dan schakelt hij steeds op en steeds weer terug omdat hij hem dan niet meer kan trekken. Hoe hard rij je nu eigenlijk, Jan? 38. Ik 54. Ik weet niet of hij mij dat wel gaat halen. Pas op, kom eraan. Oké, Upgrade. Oh, dit wordt 6 uur. Dit wordt 6 uur morgen vroeg, jongens. Oh, meeval. Wacht om. Je moet het oppassen met de auto Nou, één voordeel, je kunt tenminste elke bocht veilig nemen.
Nou, ik ga nu al. Maar ik heb 25. Wat is dat voor rally, joh? Dat is mijn stuur. 500. Wat doe je dat ding aan? Nee, ik rij een 500. Een DAF 15 of een Volvo Scania 500. Hey, nummer 2. Wat ben je aan het doen? Hè? Voorzet een beetje. Hè? Nee. Ja. Wat wou je doen? Anders wordt het dood. Ik ga helemaal los. Oké, ik ga nu naar singleplayer. Je hebt wel een 500, hè? Ja. Natuurlijk, ik ga niet vals spelen. Hè. Ik zit een subiet aan te denken om er een 750 in te gooien. Je volgt dat? Mag niet. Nee, tuurlijk niet. Dan moet ik eerst weer weg. Hey, maar die toek, ik heb hem nu ook gezien, want je kan ze toch niet inhalen. Weet je van wel? Hoe jij mensen in gaan halen op deze server? Echt waar, jij gaat echt veel 100 vragen. Dat moet ik wel zien. Wat? Zou je het goed gaan? Een beetje goed gaan, hè? Ja, dan moet je wel verder gaan. Ja, dan moet je wel echt 10 meter verder gaan. Let maar op. Ik heb ervaring met Scania rijden. Let maar op. Ja, maar dat is 125 ton en 500 pk, of niet? Heb jij die 125 ton mod al geregeld? Ja, die heb ik al lang. Okay. Waar ging we? En dan is voor jou ook alweer de helft van je tank op. Nee, ik moet er nog wachten. Op Gregory en Robert. Als je naar omhoog doen, want dat is toch niet goed. Moet je asjes naar beneden doen, dan krijg je echt een swagger. Wat? Hij begint spontaan te rollen als ik met die lift ga lopen groeien. Ja, klopt. Tuurlijk, dat wordt die bumper die ga je tegen de hij trekt volgens mij wel beter op als ik dat doe. Hé, hey, dan heb je wel een lage truc hoor. Hé, hey, dit gaat wel sneller heb ik het idee. Ja, als je je bumper eraf bal gaat, nou ja. Bal stuur hoor. Nee. User joined your channel. Hallo. Serieus, nou helemaal laag staan je al. Hé hey, Joshua. Hé hey, Joshua. Ja, je bent gek hoor, dan ben je moe. Ja. Had jij ook die 125 onmat, Joshua? Ja. We gaan een race doen van Milaan naar Bergen met 125 ton. Nu? Ja. En 500 pk. Oh, wacht, mag ik meedoen? Maar wel met 500 pk, Josh? Ja, is goed. Of 510. Hebben jullie nog even gedeeld aan? Ja, ja we hebben oh shit, ik heb hem niet. Wacht, ik heb hem wel even. Wacht even. Ik wacht al op jou. Van Milaan, hè? Milaan, toch? Ja. Wat een moeilijke. Ik heb een vlak. Juppie, ik rij al. Maar hoe weet je hoe je precies moet rijden dan? Ja, dat is de kunst, jongen. Op de body letter. Nou, als jij een paar van Milaan naar hoe heet, weet je in principe. Dat je berg op moet, bij Zurich. Ja. Oh, dankjewel, Chris. Dat gaat nog heel hard lachen worden zometeen. Oh, dat ben je toch. Oh, moet je gas geven met je pootje nu dan? Zo goed je door gaan rijden. Ik wil op gas trappen. Dan, ja, doe ik. Dan.
download? Nee, ik klik op download. Doe nou. Hij rolt gewoon naar achteren, hè, als je... Zijn jullie al aan het rijden? Nee. Nee, dat zou geen race zijn. Nee, dat, ik sta al in Zürich, dus... Nee. Nee, waar staan? We staan met z'n allen in Milaan. Hij staat het trillen op zijn pootjes, man. De enige die in Zürich is, ben ik. En maar die rit moet je toch in singleplayer aankoppelen? Ja. 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 Okay. Mol, ik heb, hem op de hand, ik heb hem op de handrem gezet, maar hij rolt gewoon hier. Ik krijg gewoon wat meeveken hoor. Als we mogen doen. Even kieken. Oh ja, dat zei je al. Ja, game, let's play. Ik vind dit niet een mooi interieur hoor, van die FH16. Van die oude mooie. Ik wil even snel een drink aan het pakken, jongens. Wat zei je? Ik wil even snel een drink aan het pakken, man. Jo. Hoef je voor het. Ik mis de tweede navigatiescherm. Ik zal je zeggen, mijn voeten jeuk, man. Ik, Piet op. Ja, precies. User disconnected from your channel. Niels in bent weg. Gok ik. Jo. Jongens. Ja. Yeah. Ik heb waarschijnlijk een probleem. Nou. En ik snap ergen. Ja, maar je moet, dat maakt het niet uit. Borden lezen. 125 om. Je pakt gewoon één keer richting Scandinavië. Ik heb een goed man mee. En als jij weet dat je naar, naar Bergen moet, dan, weet, dan moet je gewoon bij Odense het ding gewoon negeren. Ik dus. Stilte. I found one. Naar Bergen. Ik wil eerst naar school. Dat is helemaal makkelijk bij EFT. Maar ik ga het naar Stavanger. Stavanger. Welke server dan? E2. Grappig. Ach ja, tuurlijk, race. Straks wil iedereen met daar rot gaan om ons heen en wij maar. Tuh. Nee, we zijn er pas na 12 uur. Wat? Weet je hoe laat? Dat pas... Weet je wel hoe laat het dan is? Is het een vaste moment, hoe laat is het dan? Ik denk niet dat we er om 12 uur al zijn. Het is 10:50 zelfs. Zo laat al? Sst, niet, te hard, niet te hard zeggen, anders begint je moeder nee te zeggen. Nou, die ligt al lang op weg, man. Die is eerder voor mij. Oh? Ik zou wel eens op kom. Ja, maar deze is een andere. Die van de vorige keer, die was aan het gestal. Ja, dat zeg ik. Jouw moet het losgeven. Niet. Dat ik draai ik al los kapot, heb ik geen zin in. It's a raining day. Nu snap ik wel waarom ik geen enkel as moet onder zitten. Dat ding dat trilt als een malle. Ja, daarom zeiden ze ook. Scania is niet de goochelste keuze. Maar ja, doe maar, we zullen zien. We zullen eens met de Volvo, hè? Je heeft dat ook? Ik heb wel een keer naar Stavanger. Ik heb één keer naar Stavanger. Nee, dat is ook goed. Vanuit Milaan? Mag je via de boot of moet je per se overland? Dat moet je helemaal zelf weten. Mag je helemaal zelf weten. Mooi. Al ga je over Tunesië. Nee, ik ga via Tunesië. Mag ook. Als je maar even staan komt. Ja, voor mij mag je over Rotterdam inderdaad. Maar ik doe het niet. Oh, dat kan ook nog. Oh, lol, ik sta in het gebouw.
jongens. Van Rotterdam naar Grimsby, van Grimsby naar Esbjerg. Ja joh, breng ze even op iedereen. Ja, Henk-Jan, ik zou je strategie even doorgeven aan iedereen. Dat werkt echt. Ach, jongen, denk je nou echt dat ik dat ga doen? Denk je nou echt dat ik dat om naar doen? Rotterdam te komen vanaf hier? 560 pk toch? Ben je in dat wil ik niet. Ben je in principe aan kilometers al bij Hamburg? Fok ik. Nou, oké, een beetje zuidelijk. Ja. Misschien Osnabrück. Maar ik bedoel, van nou, dan moet je nog oversteken. En dan weer terug naar Esbjerg. Ja, oké. Okay. Nou ja, zou ik. Ik heb een repost te pakken. Mag je die rit ook invoeren? Deze hoe zegt rit? U? Mag je die rit ook invoeren op de site? 125 ton. Ik vind hem alleen 15 ton. Mag dat wel? Ja, voor mij wel, alleen je benzineverbruik is dan een beetje. Oh nee, laat maar zitten. Ik zou het best wel willen weten hoor. Ja, op zich ben ik er ook wel nieuwsgierig naar. Wat gebruikt dit? Stond jij er al over of niet? Oh ja, daar staat hij. Oh, nou moet ik hem wel via racen natuurlijk. Aha. Oh ja, laat ik dat maar eens aanzetten. Dan weet ik waar over het rijdt. De bieker. Nou hè? Maar hoe die kerel doen dan? Ja, wij gaan racen en hij zei van je mag niet rond spelen, zeg maar. Nou, dat bepaal ik jij ook wel. Maar ook al. Ja, ik ga ja, nu nou van. Wat zei je? Nu in het rustig. Even wachten. Oh. Boosta. Nog langer wachten. Ja. Kijk, er is iets op. Mijn voeten jeuken. Ja, mijn voeten moet even krap. Mijn vinger jeukt. Moet je ook even gaan. Of niet, en Jan. Aha. Tuf. Nou, daar krijg ik subiet andere beelden bij. Werde Henk Jan, die komt nog naar hoger. Waarom? Komt in 125 ton. Ik zie dat al zo gebeuren, hè. Joshua, die komt als laatste binnen, maar die eindigt als eerste. Nee joh, dat red ik. Oh, aardbeving. Hey. Is er ook een map van de EU2 server of alleen van de EU1 server? Ik kom niet eens gebruiken. Je moet zelf schakelen, dat gaat makkelijker. Jos. Zelf schakelen. Kees. Robert Jan, heb je het zwarte joh. Hij is beide volgens mij. Hoe kom ik bij die andere dan? Even kijken. Oh, jij gaat ons vertellen wie voorop ligt. Nee. Achterop. Ik ga in de gaten houden wie voorop ligt. Waar is erop? Hey, die was maar, Joshua. Wow. Wat? Die Joshua is vliegen. Red, doe je vleugels. Het is dus vaak zo, als je over Rob praat, dan praat je over de duivel. En dan is hij er vaak al. Nou, dat gaat dus al lekker nu. Ja, ik hoor je erg in de verte. Dat zei ik toch, als je over Rob praat, dan praat je over de duivel. Stel de duivel heeft een trap op systeer. Wie mij wilt volgen via de map, moet deze link even klikken. Rolt alles al of? Nee, we zijn aan het wachten joh. Tuurlijk niet. Maar wie weet, Kees, jij geeft het start zijn hè? Er zijn nog twee onderweg. Ik kom niet eens vooruit. Zelf schakelen. Zelf schakelen. Nee, in maar niet op de kaart leven. Oh, dat gaat niet af. Ik kom niet eens vooruit. Maar wat heb jij? Heb je wel niet dicht op een techniek? Nee. Ja, dat moet je eronder zetten. Je kan toch ook met een alles op de grond op, maar je gewoon dubbelaar. Ja, dan moet ik ook weer een andere skin erop zetten, gelijk. Ja, dat is bijna goed. Maar dan heb ik dat pas geld. Ja. Ja, weet je wel, van de schijf. Maar je dus wel een keer zeggen, maar wacht maar even nou. Ja, ik krijg het nu, hé. Gaat lekker niet mee. Gedeel dat ons ook. Nee, voor één. Ik sta wel hier aan het begin van het werk.
Dat aan heel die teamspeak gaat vertellen, dan weet ik, ga hij dat... Hé, ik kom vooruit. Ik heb het met opzet niet in de farming kanaal verteld, omdat Jessica van de week al zei dat ze niet wou reizen. Waar staan jullie? Hij zit niet. Milan 3. Waar staan jullie? De Milan 3. En waar is de 3? Andere kant, Joshua. Nee. Jawel, andere kant. Oh ja. Oei, poephoofd. Wat je ontpakt. Een beetje op de woorden dat die jongens wel gezellig houden. Ja, ik ruik nu ook in mijn pijp aan. Oh, ik heb veel te veel koffie gehad. Dat niet meer doen. En een kusje erop en dat zijn we allemaal weer vriendjes. Nee, ik hoef geen kusje. Laat me zitten kijken, het is goed zo. Hey, Grum staat hier ook. Oh. Ja, er is ook iemand weg. Ik ben ook eens van de server geschopt. Ja, volgens mij was dat Grun. Zo, ik krijg 25 km per uur. Oh, mijn tank is bijna leeg. Nou wel. Ah ja. Ah ja, ik moest ook nog tanken. Oh jongen. Oh. Ja, dat is jullie erg pak, Jan. Kom, met Triët. Kom er dan aan, baas. Ja, mijn handen, mijn voeten hier. Mijn voet niet jeuk. Ja, mijn voet niet jeuk. Ja, toet lekker naar je eindkant, jong. Overal ook zo. Oh, dat is een collega, grapje. Hoi. Hoi. Die Gomez. Nou, we gaan onderweg naar Madrid. Nee, weg. Ik heb nog 36 uur en 35 uur rijden. Oh oh. 3F? Ik raak helemaal van de wal. Oh, dat is daar. Dat is best wel ver weg van Milano, ja. Maar ik rijd al 53 km per uur. Ik zie jou overwolven de dingen op. Waar dan? Ja, klopt. Daarachterop. Ja, niet bij Rob, maar bij Robert Rob. Ja, af en toe zo verder. Heb jij hem ook aanstaan, Robert? Ja. Rob bedoel ik niet. Nee. Nice. Ook al afkomen met de boer. Waar zijn jullie nu? Triët. Joshua en Krikkie bedoelde ik. Oh. Ik kom naar Triët toe. Ik ga echt stinken. Maar doe dat dan even zonder trailer. Oh nee, dat kan, dan neem ik straks kwijt. Ik ga wel gewoon onderweg denk ik, dan voel ik zo snel. Nou, ik weet nou wel dat ik laatst is word dan, maar ja. Belangrijk, dan wacht ik nog wel even, maar ik heb echt jeuk aan mijn voeten, dat is of zullen we allemaal bij Ik ga wel moeilijk de berg op, hè. Of zullen we allemaal bij het volgende station beginnen? Dat past niet. Hint. Dat past niet, want het is geen non-collision zone. We gaan het gewoon zo doen. We gaan gewoon 5 voor 11 op mijn blok starten, dat is over 3 minuten. En dan heb ik geen tijd om te denken. Oké, dan doen we 11 uur. En dan heb ik nog geen tijd. Ja, maar dat is rijden. Dat is je eigen pak, Jan. Maar als het nog langer gewacht wordt, dan Jan een keer Hink, wat. Hink-Jan crasht toch wel een paar keer. Ja, hij wordt wel 1 al uit. Crash je met deze snelheid, jou Joshua. Ja, er lag gisteren ook iemand in de berm met 125 ton. Oh, oké, ik ben eens een keertje omgekukeld terwijl ik 25 km per uur reed, maar ik wou er maar geen hobby's van maken. Maar hoe kan dat hier zo druk zijn op Europa 2? Dat valt, het is vooral daar. Dus kijk, ik kom er al aan jongens, ik ben er al bijna. Hoe ben je die? Over de snelweg, hè? Bovenlangs. Ja, wat zijn die knuppels daar aan doen? Ik zie een DGC hier achter mij.
Oh, die zien dat wij gaan racen, denk ik. Oh, maar rem werkt niet goed. Ja, rem doet het prima, je hebt gewoon 125 ton in de rem. Ja. Als ik van nu zou dan zou ik nu niet gaan streamen. Hoezo niet? Als ze dat terugkijkt, dan weten ze dat wij hebben gereden en dan hebben we een probleem. Waarvoor? Wat is het probleem dan? Weet niet. Je mag gewoon met deze mod in multiplayer. Nee, racen, dat mag niet. Ik race ook niet, ik hou hem tussen de lijntjes. We gaan gewoon een konvooi hebben, kijken voor wie het is de plaats van bestemming is. Het is geen road, geen drag race, geen straatrace, het is een race van begin naar eind. Oh zo, dat is wel lachen. Yo, daar heb je een waar zit jij naar te kijken? Oh. Ik vermoed dat het een balkje is. Stond naar boven. Ja, diezelfde had ik net ook wel te pakken inderdaad. Ik ben nu aan het denken. Moet ik een bot leren? Wow. Jongens. Is dat een 500 pk die is heen kwam, hè? Ja. Komt in het lief mee voor zeg. Wow. Mooi. Jij hebt het, hè? Ah, ik ben klein. Oké. Ja, 15. Morgenochtend zit ik nog hier in mijn nest, dat weet ik niet al. Hé, hey, maar Gregory, wat ben jij nou dan? Want Joshua is er wel. Ja, ik ben op kans. Hij is van tegen de top tijd. Je hebt nog 5 minuten. Ja, pas op voor die boomstam inderdaad. Oh, baltje. Rem. Ja, laat mensen winnen, mijn remsterk ook nooit aanpassen. Hoi Robert, ik kom even in je staan, weer goed? Ik zet wel de muziek aan hier, voor de concentratie. Hoezo, mogen geen flauwe mokken vertellen? Ja, nee, dat wel, maar gewoon in mijn benen. Hey, wat doof. Je zet op voor mijn neus, Joshua. Nou, dat kan me niet schelen. Mij wel. Mij niet. Quasi. Er vliegen hier zometeen sowieso een paar door de lucht. En die heet één kan. Omdat iedereen tegelijk wil vertrekken. Voelt ook raak. Je kan nog iemand naast mij hoor, Joshua. Ja, dikke doeken. Wie reizen er allemaal mee en wat voor ideeën nummer hebben we? Oh god, ik heb nog mijn brandstof voor het 380 meter. Joshua, wacht even. Wil jij wel een naam? Poffy. Jules. Henk-Jan. Robert. Rob, Joshua, en Rob Drucker en Gregory. Sydney. Ik heb maar niet. Wie niet? Sydney. Sydney? Die niet, volgens mij. Oké, okay, dank. Maar die staat ook. Zijn jullie op het rit zelf? Yo. Ja, hè? Ja. Oké, ik rijd met 38 bocht door met 125 kant. Ik schoof wel bijna weg. Maakt niet uit, gewoon doorrijden. Ja, ik ga zo wit wel even mijn remsterkte en mijn stabiliteit van mijn trail aanpassen. Nou ja, dat hoeft niet. Gewoon gas geven en je merkt het vanzelf wel. Ja, daarom. Ja, even afrit even met 125, nou ja, dus dat ga je geen ofzo. Nee, dat ik nog niet dood. Jawel. Ik heb wel zin in een pannenkoek. Koppen, gratis 5 euro. Je hebt de betaalde pannenkoek, die zijn zelf gemaakt, of je hebt de kant-en-klaar pannenkoek, die zijn gratis. Oké, ik ga zo hard verliezen, hè. Ik moet nog tanken. En ik moet zo meteen een croissantje klaarmaken. Maar nog 3 minuten. Waar ben je nu dan? Ik ben bijna bij de uitstraat, ik moet het bergje op. Wow, yo, van de afrijd. Wow, yo. Kom aan, bergje. Jongens, zullen we hem even ophalen met z'n allen? Nee, kost mijn brandstof.
Oh ja. 2 minuten gaan we. Kom op, geloof ik bedoel Gregory. Ja, bijna boven. Hé, hey, Jan, hoor je dit? Dat is een gelukskusje, ik wil winnen. Ik kan hoor je dit? Dankjewel. Je band loopt leeg. Ik wil winnen. Ik zie Gregory ook niet. Wacht even, ik ben er niet. En Robert-Jan is weg. Zit hij in EU2? EU2. Als je die link had geklikt die in kanaal in convoy 1 staat, dan kun je mij volgen. Ja, die heb ik. Maar ik zie Gregory niet. Ik zie wel een Jan en jou. Een hele grote zwarte vlek hebben gecreëerd. Oh, Gregory, die heet Pimbo. Oh, dan zie ik hem wel. Hij ziet er bijna. Ja, niet Gregory, is gewoon Gregory, hoor. Ja. Nee hoor, niet op die map. Kijk, oh, en ik heet op die map, heet ik WTGC of zoiets. Oké, we hebben dus DTG Pimbo. Rest Gregory. Ik heb een toeter op mijn vrachtauto-scooter. Applausje, jongens. Nou beginnen we. Remmen, joh. Nee, is nou iedereen er? hij moet nog even keren. Robert John is nog aan het opstarten, geloof ik. Hij is hier niet. Oh, nee, niet meer. Het is nu 11:00. Ik ben nog goed begrepen. Gosh! Oh, was dat serieus gaaf? Oké. Okay. Ah, 11:00 had ik gezegd, dat is nu. Jongens. Succes. Die eerste ging al vliegen. Goed zo. Oh, F7 entered. Daar ging Henk Jan. Is iedereen 500 pk aan het krijgen? Ja. Nou, ik ben al in de stad. Het ziet al lekker op in de stad. Oh, nee, als iemand tweede kan staan. Ik ben er. Joshua, nee! Oh, nee, ik gewoon achteruit, gewoon één spring. Sorry, ik zal het doen. Best kloppen. Leuk maar op een CRM te krijgen. Ik had nog iets gedacht, ik denk, waarom wachten ze nou zo? Nu ga ik dadelijk voor je wel wachten. Ja, ik dacht dat ik een proces had. Ik ben nu zo uit dat ik wel op de manier heb. Nee, zo. Ik heb nummer 842. Oké. Ik heb nummer 7. Ik 27. Nou, succes jongens. Back out. FDS. Wauw, dat is een moment. En meteen is hij in die oude. Wie is extra sweet? Dat wanneer? Dat is Joshua. Ik zie al helemaal niemand meer. Ja, maar reis. Ja. Jan heeft 707. Nee, 586. Oké. Bocht afsnijden. Ik heb voorrang, ja.
Oh nee, precies in die bocht komt de blindtegenligger aan. Ja, wie is 707 dan? Oh, dat is Jules, haha. Kijk, Chris is dat. Klasse, Chris. Wie staat er nu eerst? Goofy voor mij. Nou, ik niet. Nee, ik schrijf voor Goofy. Hey Chris. Ik ben niet leuk voor dat. Ja. Nog sorry van me net, bij de triad. Ja, ik had gewoon 1% schade, ik vloog. Wie weet heb ik een beetje vals gespeeld. Nee. Even hebben we een pick-up. Hé hey Chris, je kom je even voorbij. Oh nee, laat maar. Nee, wij krijgen toppoort. Met een benzinepomp of niet? Hoe zou je die nou al nodig? Ja, maar tank is nog helemaal leeg, man. Hij gaat niet aan met een 63. Och man, ik probeer berg op te komen, ik krijg 25. Man. Maar waarom ben je dat hele eind omgegaan? Nee, ik was kapot. Dat en weet ik wel. Oh! F7 enteren. Domilaan was sneller geweest. Oh, wie was dat? Sorry. Gelukkig liggen nee, alle bordjes niet aan ons, echt niet. Hey. Gelukkig liggen alle bordjes aan ons, hè. Hoef ik het niet meer te doen. Jij ja, hier krijgen we 30. User in your channel timed out. Doe ik Gregory. Wie rijdt er met een super kleine Volvo? Ik. Ik rijd met die Veco. Oh, ik ga nog met 13. Ik ga bijna 20. 26. Ah, ik moet ook nog tanken. Dus je kan me nog inhalen, Rob. User entered your channel. Hey Gregory, welkom terug. Het is ja, toch een bij de dit is trouwens wel het moment om te proberen achter iemand aan te rijden door de tolpoortjes, hè? Dat zal ik niet doen. Deze snelheid? Ja. En Robert-Jannie komt nee, een stuk dichterbij bij me. En er komt Hinty alweer aan. Die moet nog omhoog. Oh, kijk, er komt net een hele hoop drukte. Terwijl Robert-Jan de A9 opdraait. Op de A4 die wat. Er zijn een paar inhalen. Wie is de eerste? Krijgen die nog steeds droog. Het zal ook wel een konvooi zijn, denk ik. Zal maar remmen, Henk Jan. Oké. Zo hard krijg ik niet hoor. Proppen moeten we tussen daar. Maar waar vandaan ga je nu weg dan? Of zijn je nu weg? We zijn net weg. User entered your channel. Oh. Hoe waren dus 500 HP hier terug? Zo, ik moet hier even denken. En kijk, er was nog een voorwaarde. Oh ja, 125 ton HP. Met die mod. Gregory staat stil, Govi is nog eerst. Waar zit ze al in Zurich? Gregory is nou uitgelopen. Zijn ze al in Zurich? of zitten ze bij de top? User disconnected from your channel. Zeg ik niet. Turkie is niet om, Turkie luier om. Heeft hij gerand, Jules? Ja. Van Milaan, maar geen Lila, nee. Ik moet zeggen. Vraag wie? Jongen, ga ik zo vragen nog parkeren tegen de slagboom aan? Ja, hier gaat een plekje. Nee. Hun moet ook tanken. nee. Waar vandaan? Zijgen. Zien ze vanaf Milaan weg naar? Bergen. Zo. Kan me niks jongens, zijn er wel. Als Gregory ook weer inlogt, dan zit hij er midden tussen. Is dat... Oh nee, dus Ponty. Precies, op een weg. En daar gaat nee. Waar reed hij toen hij weg? Zeg ik niet. Zo, ik heb getankt. Hey. Vlak bij jou natuurlijk. Ja, daar rijd ik bijna voor.
Ah nee, ja. Hé, niet mijn locatie verklappen, ho. Zo, ik heb ook getankt en ik sta nog steeds geen laser. Ja, wrijf het maar in. Yeah. Waarom? Yeah. Speelt ook niet alles meer dan? Nou? Bij mij niet. En daar gaat Robert. Ik hoef dan niet te tanken. Oh, mijn ding zit nou. Nee, hij loopt alweer leeg. Wat is dit nou? Ja. Je ziet gewoon de streep. Het streep zie je gewoon ver langzaam zo gaan. Leeg. Waarom zie ik jou niet? Oh, daar. Die faken we. Henk Jan, rij je achter mij? Ah joh, dan krijgen we niet eens op gang joh. Henk Jan? Ja, daar ongeveer. Oh. Gregory, je waagt het niet. Wacht even. Ik ga al 70. Wie kan zien wie nou laatste staat? Ik kan. En wie staat de laatste dus? Henk Jan. Oké, okay, wie staat één de laatste? Rome staat één stil midden op de weg. Wie staat één de laatste? Joshua. Jij. Oké, okay. En daar zit Robert. Maar hoeveel snelheid heeft Kobe meer dan mij? Denk nog Kobe daar. Hij staat nou bijna stil volgens mij. Oké, NL-trekker zit er ook nog ergens achter, hè? Hij zit geloof ik achter Govi. Ah, nee. Zit ook gewoon net. Ik kan de cijfers niet goed lezen, maar... Ik ga nou 50. Hoe wat ga jij heen, Jan? 51. Ik ga 53. Oh, ja, NL Trucker die is nou bij de tolpoortjes. Nou, pas. Wow. Bij de tweede of bij de eerste tolpoort? Die is gecrashed onderweg. Ja, oh, okay. Bij de eerste. Oh, dan staat denk je al geen lasers. Nee, ja, oh, omhoog die tunnel in. Hé, hey, wie is dat? Jules. Nou, hey, Goofy. Ik kan je niet vertellen, als ik straks 110 rij, ik druk de rem niet in. Ja, ja. Valt vanzelf wel om. Komt een inhaalactie, jongens. Ja, voor jullie ja. Voor ons is hij al eens. Ik rij nou 81, 82, 83. Ah, zo gaat die YouTube, gaat die bijten om een centimeter. En wie? Ik ga onder. Oh, joh. Ik word hier ingehaald, maar ik hoop niet. Nee, dit is geen. Nou, meneer de Turk, rijden we door. Voordat ik de boel aan stond. Turkie is niet dan. Nou, denk er maar op. Hij passeert jou. Dan weet je genoeg. Hakan. Zeg even wanneer je geparkeerd staat als je wil. Nee, dat is de Turkse naam van jou, Henk Jan. Hij heet Hakan en jij heet Henk Jan. Nee, hij heeft iets meer. Oh, ik ben gecrashed in de muur. Uh-oh. Oh jee. Jij wil me gewoon geparkeerd zien, hè? Oh. Ah, nou kom je wel heel snel dichtbij. Hij remt die ook nog hard. Ja, dan gaat hij wel heel hard. Ik ga 26 op de snelweg. Weet je hoe lang dit gaat duren? En morgen nog bezig. Ja, en dan komt Turkie voorbij. Even iemand helpen. Je moet wel terugschakelen, Josje, zorgen toe. Ik rij automaat. Oh, dat is succes waar. Dan. Gaat je niet lukken. Nee, ik rijd 13. Ik 17. Ik kom je zo wel inhalen. Oh, nee, want ik rijd alweer 20. Hey, er zitten nou zoveel mensen dat ik gewoon niet meer kan zien wie is. Maar dit wordt lachen straks, hé. Hey. Dan sta ik jou in te halen met een gangje van 20 en iedereen achter ons toeteren. Ik heb hem nu al op. Hey, Robert staat stil. Ja, klopt. Ik moet even iemand helpen. Oh, dat vind ik sneu. Nee, hoezo sneu? Ik hou je zomt er nou wel in, jongen. Oké, nou, ik vind het niet sneu meer. Ik kan ook wel. User joined your channel. Hallo, ik ben bezig voor je. Hey, goedenavond.
Hey, boe. Goedenavond. Je hebt ook tegelijkertijd een ander kenteken. ...125 achter me reed. Jongens, die was weer hoor. Oh, ik heb jullie niet in mijn tap. Oh jee. Heb jij mij ook in je tap? Ja. Oh. Ik kan er weer in, Bob. Want zo snel ga ik niet. Ik ga... Maak in je tap. Ik ga 18. Ja. Sophie, nu ook weer. En Jan, als je het maar laat. Wel irritant die berg hier. Die komt niet omhoog. Dan komt er straks een of andere bol achterlangs, jongen. Ja, dat kan me niet schelen. Zo'n appiekebappie, die maakt mij niet uit. Als je het maar laat, denk ik, Jan. Hey, die politietjes op de kaart, zijn dat admins? Ik wou nog voorstellen. Nee, dat zijn flitspalen. Oh, oké. Okay. Ah, ik wacht gewoon naar binnen, maar dat kan me niks schelen. Oh, die ik ja, doe dat niet. Maar waarom kan die Turk dan niet doorrijden dan? Dat een domme Turk is, snap dat dan? Die hebben 60 ton volgens mij. Ja, die gouden trailers zijn 60 ja, ton. Ja, 60. Wow. Hey, joh. Oh, joh. Denk er, jongen. Denk erop. Dat komt niet zo lang gedaan. Nou zit je weer heel veel achter mij. Ik rep toch even voor de zekerheid. En Richard. Oh. Hey. Hoi Richard. Zo, die kwam echt snel voorbij. Die schrikt zich het tafel als ik nu maar reken. Komt ook een lood de andere kant op met. Ik rijd 12 km per uur. Henk 434, die had er wel haast. Maar is er überhaupt iemand die. Die had er dan 16 of 17 km per uur gehad? 41, ja. Ik ga nu 55. 22. Ja, dat bedoelde ik. Robert-Jan haalt me zo over in. Wie, nou is iemand achter ons, denk Jan. Die kan er niet langs. Denk Jan, doe dat even niet, man. Ik ga jou gas snijden nu. Ik ga... Robert, heb jij een broer die Simon heet? Nee. Nou, dan komt dadelijk een Simon Verbeek langs. Ja, ik heb hem ook in mijn tap. Ik nog niet. Hey, Henk, heb jij een broer die Henk 435 heet? Oh, ja, het ging om de achternaam, broer. Oh, sorry. Stop in principe hier, man. Hey, Henk, heb jij een broer die Kees heet? Ja. Nee. Oh. Die komt niet langs. Nou ga ik toch een stukje sneller, hè, Henk? Ja, ik had de zaak op een stomme neus. Het zou gek zijn als je eerst kon praten. NL Trucker komt ook dichterbij. Hey, jongens, tip, plak de binnenbak. Daar haal je snelheid uit. Ja, dat denk jij, maar jij hebt het niet te vaak hoor. Weer een tunnel. Oh, waar in Bergen trouwens? Hotel. Oh, je hebt... Nu zit hier zo mooi. Zit hier scholen vandaag. We gaan niet zoveel nou, mensen via de bergpas, hè? En we gaan zo super snel. Wat dacht jij nog? Wat gek was het zo. Deze vracht komt dik en dik te laat, nou ja. Nou, ik heb nog kijken, 1616 uur. Dus, de mij heeft nog 6000. Joehoe, we gaan door naar de volgende ronde. Joshua. Geef je op voor de voice. Oh, ik heb echt te veel koffie gehad. En een tunnel biefstuk. De bieden van de vrouw gaan rond en rond en rond en rond. Ja, maar niet zo hard. Maar ze gaan rond. Ik ga 42 in de tunnel. Denk erom, Jos, komt er een. Ik ga
60. Ah, die blijft er maar mooi achter. Oh shit, 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 shit. Pardon. Ik had je gewaarschuwd. En ik wist niet dat hij zo dichtbij was. Ah, ik vrees dat we elkaar niet meer uit verliezen. Tot bergen. Ja, dat is gezellig, toch? Wil je nou echt weten hoe hard ik ga, Erwin? Of Arwin? Maar van 30 km per uur. Boel op. Oh, we krijgen hier echt een dikke pet. Als er zo meteen een file voor je zit te lopen, dan weet ik wat van het komt. Ja, voor me ja. Ik zou niet achter mij blijven als ik jou was. Echt? Ik ben geen baan. Oh nee. Waarom is je dat doen, Bas? Ja, hij had maar net inhalen en één. Hij had maar even naar de rechtskant, dus dat doet hij. Hij had volgens door tegen die bolletjes aan. En ik reed al niet stel. Nou vlieg je wel snel aan. Ik had een mooie snelheid. Kees. Ja. Kan jij zien of er nog iemand tussen mij en Grootie in zit? Ja, als ik ga kijken. Ik was net even naar het kruispuntje aan het rijden voor de even naar Sierig, weet je wel. Ik ga eens even laten kijken jullie. Ik ben alleen niet. Ik snap niet hoe dat ding erbij komt om zwaar te verstoren. Nee, de volgende ronde is volgende week pas hoor. Pistool in de computer. Ik wil er nog wel eens voor zorgen dat je een beetje gekraakt. Oké. Ik vind dat fijn. Rink Jan, je loopt een beetje achter. Hey, trapje. Ik ga 120. Je weet dat de Groningen stolereert, maar je kan het ook, het noodlot ook tarten, hè? De watte van de watte van de watte. En daar was geen woord Fries bij. Lachen, ik rij 70. Waar zit je zo niet? Ja, ik dat ga ik jou niet vertellen. Ja, ik ben helemaal kapot. Ik ga F7N te doen. Nee. Oh ja, doe maar F7N. Ja, doe maar. Er is een file even buiten Genève. Die komt jullie kant op. Ik zal hem even doorrijden. Een file die... Een comfort van ongeveer, een comfort van 30 auto's. De wielen van de vrachtwagen rond en rond. Oh shit, ik druk er per ongeluk U in. Nee. Nou, ik wel, zie je niet meer, dus het is je geluk. Welke was dat jullie? EU2. Waar rijdt jullie ergens? Ben. De slag gaat sneller op, hoor. Dat was nummer 1. Was er zo bij jou weer voorbij? Oh. Ja, ik kwam net sneller op draaien. Ik wacht hier wat volgende kruispunt en dan ga kijken tot wanneer iedereen voorbij is. Maar valt het mee of valt het tegen? Ik zit dus niet zo ver achter je. Ik rijd 80. Ik ga 110. Dankjewel, nu weet ik waar je zit, zo. Romemaand. Wat zie je als volgende plaats waar jullie in de buurt zijn? Zürich. Bij Zürich gaan we naar boven. Hoi, joh. Richting gaat wel heel snel. Ik rijd 115. Nee, nou, de tijd ook niet snel heen. Zo wil ik het zien, 117, hoppakee.
Oh, wacht je. Oh, remmen. Ja, dat wil niet zo makkelijk nu. Jee, er waren 4 wieltjes. Rob. Ja, Sophie. Waar is die? 550 meter. Oh, ze blokkeren hier de weg. Hoe hard ga je, Jos? 125. Nou, ik ga nog maar 150. Oh, in die bocht gaat het steeds sneller, zeker, of niet? Ja, dan vlieg ik ook mijn kant, man. Nee. Nee, en dan moet ik kijken hoe. Ah, ik moet zo aan denken. Man. Ik zie dat toch. Ja, dat kan, dat gaat er op 4 uur. Dat was best even spannend. Hoe kwam het ook weg? Zeg me. Nee, jij niet. Jij bent er niet. Nou, Joshua. Nee, je ziet ook nog wel. Nou, Joshua is 430. Nou, op een te groot dus. Waarom? Gewoon, dan kom ik mooi plekje. Midden op 4 duk. Aha. Oh, jij rijdt niet met trailer. Zo, ik ben de pits in. Lekker om. Ah, die kerel die wacht mij. Nee, maar dit is die gaan net ook niet. Die gaan maar niet rammen. Zwaar transport. Heel zwaar transport. Ja, Tom, mijn kelk komt er ook aan. Oh-oh. Alvast maar beginnen met remmen. Dat gaat niet goed. Volgens mij kon Arwin net uitwijken. We hebben nog meer erachter. Ja, Robert Jan komt er zo aan. En NL trucken, denk ik. Ja. Wow, die kilometers, die gaan wel, of hoe heet het, de brandstof, dat wil wel. Ja, ik heb net getinkt, die van mij is alweer al leeg. Die Veko, hè, zeggen ze dan. Had je toch een enkel assen moeten nemen? Nee, dat gaat niet. Iveco, ja, wanneer? Ligt dat voor op 2 Scania's? Met een enkel assen ga je vliegen, Kees. Dat weet ik wel. Maar het is toch weer brandstof. Maar ik kan wel een beetje zoeken naar welke de film mee kan nemen. Nou, die 64 geloof ik. Hey, ik zie Chris. Die heeft geen lift, hè? Nee, dat klopt. Maar dat is wel lastig sturen. Alleen dat we niet op grond hebben. Veel plezier met de bocht omgaan, denk ik, Jan. Ja, ik zie het. Ging ook richting Stuttgart. Robert Jan die staat te tanken. En op de druk erop. Dan is, weet ik niet wat aan het doen. Ik denk, hoe moet het parkeer tegen de... En boven denk je straks in die flits vallen. Procent gehaald. Na Zürich rijden jullie waar richting? Eindbestemming is Bergen. Niet te veel plaatsnamen noemen, want dan weet iedereen waar die langs moet. Ja, ze zoeken het maar uit. Het is een wedstrijd, hè, boer. Hey, grens overgaan.
Ah nee, ja, de tank. Je ziet mijn tankstreepjes hier echt in één keer tik, 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 de hele tijd. Mijn niet, hij is nog steeds vol. Kijk, die flitsers. Ja, ik geloof het. Hoe daar leven we inmiddels? 11:30. Oh man, we zijn Zurich nauwelijks voorbij, we zijn al een uur verder. Ja, jij bent Zurich nauwelijks voorbij. Oh, wou je zeggen dat Kofi al in het dorp moet zitten? Dat wil ik wel zeggen, maar dat zeg ik niet. Dit is leuk. Ah, ik heb een mooi tempo heb ik erin hoor. Verwacht. 81. Ik 75. Ik zie jou in mijn tap komen. Oh nee, laat maar. Nou, één voordeel. Joshua moet vaak tanken dan mij. Ik denk dat dat mijn winst is. Tank ook. Dat hoop ik. Maar ik kan nou nog wel even rijden hoor. Over 1000 kilometer. 1000 kilometer, 100 meter. Ja, mijn tank is leeg. Nou, het is al eventjes geleden dat je in de tap was, Joshua. Druk je op de rem? Nee. Ik rij op de brug. Zo. Ik ga nou NL Trucker maar begeleiden. Wat dan? Nou, er was ook al één tegen me aangecrashed, dus zonder trailer of wat, gewoon alleen met zijn truck, crasht hij tegen me aan. Jammer. Ja, een beetje dom. Ik heb net moeten remmen. Volgens mij heb ik alleen Robert Jans zit nog achter me. Ja. Daar komt er wel. Ik rijd 90. Nou, ik probeer het er ook uit te brengen. Dat gaat met pijn en moeite. Hoi van mijn nieuwe truck. 1500 kilometer. Oh, ik moet nog 1600, dus Oh nee, Scandinavië heb ik altijd heel erg lag. Dan moet je voor die tijd moet je al een strategie uitvinden hoe je daar komt zonder lag. Oh nee, ja, boeien. Oh, waar ben ik dan bezig? Oh nee. Gelukkig, ik rijd goed. Was jij net rechtdoor gereden? Ja. Ik ben eraf gegaan, dat is goed daartoe. Oké. Haha. Oké. Zal ik jou zo mooi, ik rijd nou links van Straatsburg. Nee, toch zit je niet voor. Rechts, ik rijd rechts van Straatsburg. User disconnected from your channel. Ik rij al onder Stuttgart heen, Jan. Mm-hmm. Ik rij al onder Bergen. Ja, dikke toeter. Nou, kijk maar op de kaart. Ik rij onder Bergen. Rob, ja, dan. Rob, pas maar op. Kom je mee inhalen? Flits, flits. Ja, die krijg ik nou niet. Ja, jammer, flitsbal. I would like to see you try. Kaboomski. Radio, maar even wat doen. Zit er ergens een pomp in de buurt, Kees?
Moet oh, ik duwen? Joshua nu ook in de taal. Bij wie? Yes, yes, bij yes, mij, yes. Bij Golf. WTGC nog wat is. $842. Hey jongens, ik ga er vandoor. Doe maar Chris fijne avond. Juist, weer een plekje omhoog. De winst wordt steeds, ja dat bedoel ik. De winst, de kans op goud wordt steeds groter. Mag ik je teleurstellen? Nou, het zijn alleen mensen achter je die afscheid nemen. Nee, Goofie ligt heel ver voor. Ja, jawel, tank alleen betreft. Hij haalt die tank nooit. Oh, ik heb beter vermaak om leven voor mij. Nou rijdt Chris toch weer verder. Oh, ik weet al wat anders. Ik weet al wat anders. Kom maar goed. Ik slaap je al ook. Hij wacht gewoon tot hij stilstaat en doet hij niet even 97. Want dan kan hij gewoon. Of hij niet stil wordt staan. Ah, is het een professionele oplossing of een grap? De stap is weer leeg, komt goed uit. Waar draai je dan? 30. Wat zei je? 30. Oh, daar kom ik al wel. Ik kom er namelijk 50 aan. Nou, wacht maar even, zo meteen moet je weer omhoog. Ah jawel, maar er is er wel eentje. Dan ga ik makkelijker redden. Staat hij niet op elkaar? Heb je te ver uitgezoomd? Ik was behoorlijk ingezoomd toen ik er zo. Jawel, het komt helemaal goed. Wie bedacht dit met die 125 ton? Ik. Ja, jij weet dat jij dat als enige kans heeft. Oh, ik zei ze, jij bent zeker dat jij het wel kan, de rest van de wereld niet. Hoezo? Ik rij gewoon hetzelfde als jij, alleen ik weet hoe ik moet rijden, schakelen en dan. Daar heb je gelijk in. Kug, en grapje. Ah, ja. Nou, je leert wel het beste schakelen op zo, op deze manier, want je wil niet een vaker fout schakelen. Oh, daar ging Joshua. Nee. Oh. Dan heb ik wel een heel andere naam gekregen, denk ik wel. Oh, oké. Okay. Dat ging vol. Jee, ik ga 40 km per uur één slag. Oh mijn god. En nog een schildpad die me herhaalt. Oh, wow, wow, wow. Hoeveel kilometer zit er ongeveer tussen? 500.000. De brandstof is bijna leeg. Ja, ik weet het. Schiet hem maar op. Je kunt nog 600 meter rijden. Ben je Mannheim over mij? Ik ga jou niks aan je neus hangen. Waarom niet? Misschien heeft hij wel een hele leuke wipneus hoor. Dus ik zeg helemaal niks tegen die man. Het is een hele goede vriend van me, maar daar ga ik niks over zeggen. Zo'n pomp bij je nou bent, Evo? Ja. Oké, die staat op kaart niks en ik kan niet echt verder in doen. Dat is een kleine pomp. Vol. Ik moet me eerst wel even ophouden. Hé,
Govi rijdt weer. Het is niet door die 1, 2, 3, 4, we rijden nu al 3 uur. Oh nee, rijd niet. 3 kwartier. En dan moet je ook 7 minuten doen. 4, 5, 6, 7, nou, mijn vrachtauto is verkracht. Oh nee. Kom op jongen, rijd toch. Kun jij vanavond, Joshua? Ja, ik heb veel koffie gehad. Te veel koffie en te veel antibiotica. Nee! Gewoon! Ik ga gelijk... Wacht, hé. Hey. Gewoon, nee! Ik ga alleen nog maar medicijnen voor mijn hart en voor mijn leven. Voor de andere krijg ik niks meer. Had gekund. Goed nou. Houd je kaken nou, alsjeblieft, doe stil. Oh, dat was er bang wel. Voel je veertje al kriebel in je nek, hoofd? Ja jongen, zeker als Robert zegt, weet je dat? Van Robert hoef ik niet zo bang te zijn, want die ligt ergens ver weg. Wacht maar, tak sneller krijg, jongen. Ik haal je dik in. Hey, Mannheim. Als je die schaapkoop kan, dan moet je het ook niet willen. Is prima, Arwin. Spreek je weer. Gas houden. Bom. Pompen, kling. En daar gaan we weer. Goed zo. Mooi muziekje erbij. Goed zo. Jij hebt het wel deze. Nee, ik ja. Ja. Lang geleden dat je in mijn tap bent geweest. Ja, ik heb ook de automaat er even op gezet. Want vaak wel eens een drama. Automaat bevalt me prima. Kijken, maar het is nog veilig. Ah oh, nee, ik heb precies nu. Ah oh, nee. Een lekker band? Nou nee, ik heb vergeten mijn lader aan de laptop te doen en nou zegt hij je hebt nog maar 10% en mijn lader ligt even bij de tafel verderop. Oké, okay, rechtstukje, ik ben er zo weer. Ik ga enigszins lekker verlopen, of niet? Wie is Govi? Ja. Ja, je ligt iets voor of rechts. Ja, maar als degene die achter me zit dan? Iets of een heleboel. Een heel eind. Ja. Want iedereen heeft een andere route gekozen natuurlijk. Ik ga bij Mannheim. Ik zit op de B-weg, waar zitten jullie? De B-weg? Met melk, met melk. Oh, ik heb hem al door. Jullie gaan niet over de snelweg, jullie gaan over de B-weg. Ik net door. Ja, precies. Ik ga toch even rechtdoor, denk ik. Ah, dan. Oh. Ja, soms moet je van de eigenwijs te weten. Ik ga nou bij de benzinepomp naar Mannheim. Waarom moeten die flitsmeldingen door mijn navigatiesysteem heen? Wat? Kan ik dan niet zien waar ik heen moet? Eigenlijk zou wel eens een keertje wat minder berg op moeten gaan. Als je drinken bij je hebt staan. Ik heb dorst. Zit je nou met je Govi? Ja, ja. Ik had je verstand. Ja, ik heb al in mijn tap.
Oh, daar hebben we meer. Rob, ik vind het wel knap. Wij hebben de twee zwemmige auto's. Ik dacht namelijk tweede en derde. Nou, dat is alle drie allemaal hetzelfde op. Oh ja, tuurlijk. Dan zou ik jullie al lang ingaan. Rob, ga weg jongen met die auto. Zie je man. Ik vind het wel mooi om golfje zo net feest te worden. Ik zal het winnen, jongen. Ga weg. Ren af zo. Doe iets nuttigs. En geef gas. 450 meter. Toen was je weer blijven. 420 meter. 400 meter. Maar hij rijdt wel zuinig zo. Nou, dan moet ik weer omhoog natuurlijk. Dag Rob. Tot ziens. Doei. Waarom zegt die multiplayer 125 ton stenen en multiplayer zegt die speelgoed 9 ton? Omdat die niet weet wat stenen zijn. Oh. Ik heb opslagtank 11 ton. Maar ik heb ook echt de 125 ton dag. Oh, ga nou weg met die auto. Hij zegt tegen mij dat ik 21 ton hout mee heb. Nou, ik weet niet wat ze in die hout hebben gestopt. Volgens mij een hele boel. Ben je aan het smokkelen, Henk Jan? Weet je wat ik denk? Ik denk dat er allemaal coke achterin ligt. Hoor. Als je dat zo weet met die, hoe heet het, smokkelen? Met die, de gegevens. Oh, ik heb een keer dorst, jongen. Dan moet je even achter de computer weg, jongen. Nou, doe ik alleen nog maar rechts weg. Ben ik blij dat ik even een nenne. Mama, word eens wakker! Oh man. Ik heb een tutsie boeken te doen. Ze slaat nog steeds. Ja, oké. Okay. Moet je even de ijspakketje anders er weer bij halen? Ik ben met Rob aan het racen hoor. Mag helemaal niet. Rapje, je zit in metaal. Oh, nou niet meer. Nou, als ze dit racen noemen, dan weet ik niet wat er mis staat. Nee, zo, je houdt toch aan de snelheid. Hallo boel. Hey, Erwin. Hehehe. Liep het helemaal weer in de 100. Oké, nu 1, 2, 3, 4, we rijden inmiddels 3 kwartier. Hey Rob en Jan, waar zit jij? Hey. Weet ik niet. Ben je al die bocht voorbij bij Stuttgart? Nee. Rij je daar nog maar? Jongen. Rob, ik rij al langs. Geef nou eens op minder gas joh. Ga weg met dat ding. Ik ben al voorbij Frankfurt. Hey joh, ik zit bij Nürnberg. Oké. Mag je nou zelf weten of je via de boot gaat of over land? Ja. Ja. Oké, ik pak de boot. Ah, je kan ook naar Rotterdam rijden, hè? Ja, dikke toeter. En dan 3 keer oversteken? Nee. Henk Jan? Ja. Gas geven. Oh. Ik ben geen online. Dus. Hoe komt die vierde? Hoe komt hij nou zo snel? Moet ik lachen? Oh, ik heb het zo naar mijn zin. Jammer dat ik die beelden niet zie van jullie. Kom op, hulp gas. Hoe denk je dat ik mee bezig ben? Daar zijn sommige van die bochten best wel scherp. Gunk ik ook. Ter informatie voor jullie, ik zit al bij Frankfurt. Wat? Waarom rijden jullie over Frankfurt? Veel leuker. Wat vind je leuker? Ik rijd bij Nürnberg nu. Dit vind ik leuk. Geweldig!
gaan we weg met die auto. Hey Kees. Kan jij zien wie er achter mij zit? Ja, nu moet ik even parkeren. Oh nee, nee, laat me zitten dan, laat me door. Hé, hey, ik denk niemand meer, want degene achter je zijn een andere route gegaan. Nou, nou ja. Op, we hebben 150 km per uur weggegeven op de remmen. Hij komt me maar niet voorbij zetten, hè? Pijn in mijn kuit, jongen, van het gaspedaal indrukken. Ja, anders ik wel. Moet je je andere voet even pakken, heb ik ook wel gedaan. Ik heb kramp in mijn vinger. Ik kan niet meer koppelen. Waarom zijn we nu gewoon op een cruise? Omdat het dan niet werkt. Ja, jij mag ik verkaas er niet meer. Ja, ik heb ook gewoon handgas. Ik moet bij hem vandaan zitten komen, joh. Ja, 40 meter, goed zo. Brandstof nodig, ja, komt hij nu mee. Rijdt net een station voorbij. Ja, benzine komt net voorbij en nu geeft hij rood dingetje, ja. Oh nee, 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 laat maar. Dag Rob. Mazzel. Ik ga gewoon in die slipstream zitten. Maakt mij helemaal niks uit. Lek aanval, lek aanval, lek aanval, lek aanval. Althans. Ik heb hem nu pas door. Zit hij zo dicht op elkaar? Ja, hij was 40 meter achter. Wow. 50. Ik lach me rot als jullie straks een heel eind, hoe zeg je dat? Een heel eind 4 meter achter elkaar aan door hebben gereden vanaf Hamburg. Ik denk dat we allemaal weten wanneer Govi getankt heeft. Die andere weet ik niet, maar... Hallo! Ik moet nog 1200 kilometer. Dan moet je vlakbij zijn, want ik moet nog 1270. Ik moet nou 1300. Lossen in Stavanger. Ik moet nog heel wat. Ja, ik moet ook lossen in Stavanger. Ah, van, dat is dus wel een verschil. Dus mij staat op Bergen. En toen verliet ik Rob weer. Ik heb een toet, toet, toet. Ik moet maar vertellen waar jullie zijn of? Dan moet ik ze zoeken. Ik zit naast Nürnberg. Ik zou met mijn god niet weten waar ik rijd. Ik wilde eigenlijk daarvoor in. Kassel. Kassel? Kassel, ja, daar net boven. Mooi, ik ga Kees wel assisteren. Wat dan? Ah jongen, weet je hoe ver dat boven mij is? Maar daar rijd ik ook al bijna. Ik heb Robert Jan in beeld. Nou niet meer. Nee, Henk Jan, je blijft mooi rijden. Je hebt hem gestart, moet je hem ook al rijden. Ja, dat is wel zo eerlijk. Maar help je me dan even als ik bij Kiel zit, als je al in Bergen bent? Is goed. Mag waar mee eigenlijk? Moet wel even weten wat kant jullie op gaan. Van de boven richting Rostock. En dan bij Rostock gaat hij er vanaf. Zijn jullie al bij dat kruispunt geweest voorbij Frankfurt? Ja, al lang. Dan moet ik hier maar eens even een bochtje van maken. Dan zag ik je, heb ik je net zien rijden nog. Ik sta derde volgens mij nu. Is Kassel in het midden van Duitsland? Goed met de vijf. Ja. Ligt tussen Hannover en Magdeburg daar net schuin onder. Oké. Laten we gaan traag trappen trouwens gewoon. Zeg ook, ik weet wel hoe ik moet rijden. Of en ik rij strak naast me gaan niet. Komt zo meteen een zoekje voorbij met een gang van 9. Ben je eindelijk voorbij? Nou, wacht maar even.
Oh, ik ga er beter niet achter rijden. Ik ga er vandoor. Zo, 90 cruisecontrole. Mijn naam is Richard. Hoi. User disconnected from your channel. Ja, dat is wel grappig. Ik rijd naar het noordoosten. Jullie moeten van naar het noorden rijden. Oh. En waar wil jij de boot pakken dan? Ik wou niet de boot pakken. Oh, je denkt dat dat sneller is? Oké. Nou weet je, op zich zou het sneller kunnen zijn dat die boot ook echt zo lang duurde. Alle boten. Ja. Echt in game time, ja. En in tech. Dat je echt moet wachten, maar dat is niet zo, dus. Zo, ik ga naar Kassel. Naar noorden op de 7. Je speelt vals, man. Je hebt een speedhackje. Ja, ik heb gewoon 11 ton. Hey Rob en Goof, waar rijden jullie nu? Op de weg. Ja, dan. Maar waar op de weg? Ergens in Duitsland. Waar in Duitsland? Midden, net langs het midden. Ja, en waar net langs het midden? Links. En waar naast de weg? Welk nummertje op de 7? Waar midden in Duitsland rechts? Oké, ik ben de weg weer kwijt, laat maar. Zijn jullie die benzinebommen al voorbij? Naar wel, Kassel? Die ene wel. Boven Kassel. Ik heb het gaspedaal naar beneden gedrukt. Ik word er goed van. Ja, het gaspedaal naar beneden dan. Hij wil niet verder zweven. Straks breekt hij af. Hij wil niet harder. Nee, die Rob die gaat steeds verder uit mijn scherm. Zit hij nog mooi aan? Ja. Dat was Robert Jan. Hey Henk. Die flitspaal doet het. Maakt mij niet uit. Nou, ik kan. Denk het ook niet. Hey. Ik rijd maar 80. Precies. Hey. Ik rijd iets harder, maar Joshua. Sinds Zurich rijd ik eindelijk weer 92. Ik zit nu naast Nürnberg. Oké. Dan ben je een heel stuk achter mij. Mm-hmm. Ik rij 175. Hoe doet die jongen dat nou? Heb je gespeed, hè? Als hij speed had, dan moet zijn zwaailicht nog sneller gaan. En ze knippen licht. En ze knippen licht. Spiegel. Ik heb een koprol gemaakt. Wauw. Goed zo. En je was leeg. Dat wil ik ook. Met een dubbele schroef. Hey Govi. En op mijn wielen geland dus. Wat hey Govi. Ik zag je met dat. Nee, dat ga je niet mee, hè? Ja, dat ga ik wel mee, hè? Oh, arme Govi. Ja, maar dan zitten wij met z'n drieën behoorlijk dicht in, bij elkaar. Ja, anders ik daar dus ook de bocht om was gegaan, hè?
Joshua in met tap. Hoi. Rij ik een behoorlijk stuk voor Robert en een kan of niet? Ik heb een kan niet gezien. Een kan is de andere kant om. Maar een mooi stukje nou... voor Robert. En Jan die is aan het oprijden. Ja. Ja, die denkt dat gaat nog niet traag genoeg, kom ik rijden of nee. Maar het is nog niet bewezen, hè, dat het trager is. Oh, oh. Met de V in de wat? In de P? Ja. Oké. Okay. En waar staat dat voor? Met de vlam in de pijp. Oké. Okay. Ik heb al heel vaak 50 XP voor 100 km vrij rijden. Ja, klopt. Plopper, daar plopper, daar plopper. Rob, die is goed bezig. Maar hier word je pas moe, toch? Hoef je nu nou nooit een keer te tanken? Ik heb hem nu pas halverwege. Ik rijd vrij zuinig. Ja, jij hebt ook geen trainer achter. Nee. Iemand al bij de boot? Ja, jongen. Ja. Ja, over 500 kilometer. Hey, Bartje Hamburg Bremen. Weer een foto. Oh, ik heb leeg.